Een hele goede dag. We kijken weer even naar het Noord-Hollandse weer. En dat weer ziet er niet denderend uit voor vandaag. We zitten met een actief regengebied dat boven het zuiden van het land ligt en op rampkoers ligt richting Noord-Holland. In de loop van de ochtend vanuit het zuiden dan ook periode met behoorlijke regen. Er kan best wel wat vallen, zo 5 tot 10 mm misschien wel. Ja, en we zien het al aan de bewolking. Die is aan het toenemen. Het is een beetje een dreigende wolkenlucht ook. Goed, vandaag dus regen in het grootste gedeelte van de provincie. De temperatuur erbij is vanzelfsprekend natuurlijk niet heel hoog. 17, 18, 19 graden is zo de temperatuur in die regen. Nou, als het vanmiddag en met name in het noordenprovincie aan het einde van de middag wat opklaart, dan stijgt die temperatuur tot nou, hooguit 20, 1, 22 graden. In de Noordkop hebben we weer die noordoostenwind, stevige noordoostenwind erbij vanmiddag, windkracht 5 tot 6. Eigenlijk noord-noordoost, dus daar met een graad of 19, 20, nou niet echt lekker. Morgen ook buienkansen, de temperatuur wordt ietsje hoger. En in het weekend ja, komt er eigenlijk heel weinig verandering. Een enkele bui, lekkere temperaturen toch wel en nou ja, een beetje zon ook wel af en toe.